Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Dag allemaal, welkom bij Studio Stijn. En vandaag zitten wij in de Bourgooien, in het Gentse, een van mijn favoriete plekjes. En we zitten hier samen met Philippe van Kouteren. En Philippe is artistiek directeur in het SMAK. Welkom, Philippe. Welkom, Stijn. Dank u. Vooraleer dat we aan het gesprek gaan beginnen, we hebben al een klein beetje verteld over jouw toekomstdromen, over het SMAK waar dat je al heel lang mee bezig bent. Maar je werkt er al een heel tijd, je bent er al een heel tijd actief als artistiek directeur. Misschien dat je eens eventjes jouw achtergrond kunt schetsen. Van waar komt Philippe eigenlijk? Wel, ik moet dan bijna terugkeren naar het moment toen ik 8 of 9 jaar oud was. En waarom wil ik dat vertellen? Omdat dat eigenlijk wel een moment is waar ik zeer vaak zelf aan terugdenk. Op momenten dat het soms wat moeilijker gaat. Of op momenten dat je zo wat voelt dat je overspoeld wordt door de dingen waar je niet graag wordt door overspoeld. En dan denk je daaraan terug en dan heb je zo een herinnering of een beeld of een gevoel of iets. Het is bijna tastbaar. Uit uw jonge jaren, uit uw jeugd. Mm-hmm. En dat nog altijd ongelooflijk deugd doet. En dat je weet, oké, daar is het allemaal begonnen. En dat heeft te maken, ik ben opgegroeid in Lokeren, het Waasland. Mm-hmm. Ik ging naar school in het Sint-Lodewijkscollege. En Lokeren was voor mij toen al als je 7 jaar bent, denk je dat dat een grote stad is. Dat is het misschien wel. Of dat zullen alle Lokeraars beslist wel zeggen dat dat een grote stad is. Ja, ja. Ik was een inwijkeling. Maar in elk geval, op loopafstand van de school was er Galerie de Vuist. Ook een veilinghuis, ook een kledingwinkel. En daar was de oude man, Gaston de Vuist, oprichter van die plek, die eigenlijk een kleermaker was, maar die gaandeweg ook een soort belangstelling in kunst omgezet heeft in iets professioneel. Dat was als het ware zo iemand waar ik bijna op een bepaald moment, in eerste instantie dankzij mijn vader, maar eigenlijk na schooltijd bijna elke dag langs ging. En om daar dingen te zien en naar dingen te kijken en dingen te zeggen en dat is goed en dat is niet goed. En op een bepaalde dag... Hij was een kunsthandelaar. Hij had een huis vol met kunst. Of, Het is was een winkel, een kleerwinkel aan de ene kant. Hè? Maar tegelijkertijd ook een tentoonstellingsruimte / veilinghuis. Hè? En het bestaat nog steeds. En om de zoveel tijd worden daar tentoonstellingen gehouden. En ook veilingen gebeuren. Hè? En dus nu natuurlijk, doordat de tijd opschuift, gaat dat ook wel richting hedendaagse kunst. Maar toen was dat overwegend klassieke kunst en 19e eeuw, maar ook verder teruggaand. En op een bepaalde dag kom ik terug, de school voorbij en ga ik langs. En de oude Gaston, die moet toen in de 70 geweest zijn, ik vond dat een indrukwekkende figuur, die zei van kijk Philippe, hier is een zelfportret van James Ensor aan de ezel, geschilderd in 1880 of 84 zoiets. Ensor was toen 24. En dit werk is verkocht aan Japan en gaat naar een verzameling in Japan en jij bent de laatste Belg die dat kunstwerk kan zien. Wow. voor het in de kist verdwijnt en voor het, het vliegtuig opgaat. En dus ik keek daarnaar, dat werd zo langzaamaan in die kist gezakt, en ik keek daarnaar alsof ik dacht, als ik nu niet voldoende kijk, ga ik het nooit meer zien. En ik keek naar de achterkant en de voorkant en ook die magie dat in die kist verdwijnt en ergens dat het nog bestaat, maar dat je niet weet waar en dat je ook niet zeker weet, zal ik het ooit nog kunnen zien. En dat is een moment, dat is een soort magie geweest. Dat is een soort, natuurlijk, dat is één magisch moment waar er zich vele anderen achter verbergen. Hè? Ook aan bezoeken aan musea en plekken en dergelijke meer. Hè? Maar dat is zo'n magisch moment dat voor mij altijd een soort referentie is. Weet je, dat altijd zo, dat ik denk, die onschuld die daarin zit, dat is nog altijd dezelfde onschuld die ik vandaag wil hanteren. In mijn professionele loopbaan die ik ontwikkel. Hè. En je zegt, naast de onschuld, welke betekenis heeft dat moment nog voor jou gehad? Wel, ik kom uit een gezin dat niet gelovig is. Ja. Maar voor mij was dat bijna een soort religieuze ervaring. Okay. Weet je, zoals anderen misschien
Op de knieën vallen voor Madonna met kind of ergens in een kerk gaan weet je, of in de heilige grafkapel in Jeruzalem met doekjes wrijven en dat meenemen naar het land waar ze vandaan komen. Misschien was dat ergens een soort verliefdheid op iets wat kunst heet, maar wat ik überhaupt niet wist wat dat eigenlijk was en eigenlijk zou kunnen betekenen. Hè? Maar dat is echt zo'n soort, dat is ook een gevoel, dat is ook een emotie, dat is ook iets ontastbaar. Maar dat is ook wel iets, als ik dat werk terugzie, en ik heb het kunnen terugzien toen wij samen met het Museum voor Schone Kunsten een tentoonstelling rond Ensor gemaakt hebben. Toen vroeg ik aan mijn collega Robert José, toen directeur, jammer genoeg een paar jaar terug overleden is. Ik vertelde hem dit verhaal met een soort kleine wens van misschien kunnen we dit werk toch wel opsporen. En het werk was inderdaad in de tentoonstelling. En ik stond daar dus 35 jaar later terug voor met dezelfde sentimenten en dezelfde gevoelens. En ik denk, wat zit daar nog in, naast die onschuld, naast die verliefdheid, het religieuze, in de zin van het religieën, het verbonden zijn met iets. Misschien ook iets, een soort de eenvoud. De eenvoud van die handeling bijna. De eenvoud van, oké, dat ding gaat in die kist, die kist gaat dicht en dat ding, kunstwerk, wordt van één plek naar de andere getransporteerd. Dat heeft iets ongelooflijk helder. Hè? Iets ongelooflijk banaal, eenvoudig, basic, niets gecompliceerd. Dat vind ik, dat is ook iets waar ik zeer sterk van hou en ook naar op zoek ben. En niet altijd weet te vinden, hè? In een organisatie of in een context of in een kunstwereld, hè? Die ook zeg een complexe wereld als paravent, als kamerscherm heeft. Je weet dat niet altijd te vinden, maar je zoekt dat wel. Maar dat zit allemaal voor een stuk vervat in dat ogenblik en in dat element. En als ik dan een sprong moet maken, weet je dan, ik wist toen al niet dat ik museumdirecteur zou willen worden. Maar ik wist toen, ik wil kunstgeschiedenis studeren. En ik heb me daar obsessief in vastgebeten, ook door dingen te maken. Door te schilderen en door te tekenen, tot groot ongenoegen van mijn ouderpaar. Die dachten, oh nee, hè, ik ga kunstenaar worden. Hier komt niets van in huis. Ja, dat gaat hier fout aflopen. Hè. Dus wat betekent, toen ik 18 werd, was het duidelijk dat mijn vader, de man is morgen exact een jaar geleden overleden, was het duidelijk, maar ik moet hem danken voor wat ik nu ga zeggen. Het was duidelijk dat mijn vader het geen goed idee vond dat ik kunstgeschiedenis zou studeren. Hè. Want kunstgeschiedenis is een hobby voor bejaarden, hè, in zijn oogpunt, hè, waar je geen toekomst in hebt. En hij vond dat ik eerst iets ernstig moest doen. Ik heb dat dan ook gedaan. Hè. Ik heb ook iets ernstig gestudeerd eerst. En ik heb namelijk eerst de sociologie gestudeerd en dan daarna kunstgeschiedenis. Okay, yeah. En ik denk, dat is, zoals ik net zei, ik ben mijn vader daar dankbaar voor. Yeah. Omdat ik ben geen socioloog in de klassieke zin zoals een socioloog zou moeten zijn. Hè. Ik daar heb ik niet de analytische geest voor, hè, om op een sociologische manier naar de wereld te kijken. Maar ik weet wel dat mijn sociologische achtergrond... Mm. Hè, Een enorme invloed heeft op de manier dat ik denk dat een museum in de wereld kan staan, of dat een museum een stad toebehoort, of dat de kunst eigenlijk deel uitmaakt van de wereld. Hè. En dus in die zin is dat zeer belangrijk geweest. Ik denk, mocht ik enkel kunsthistoricus geweest zijn, dan zou ik een totaal ander parcours hebben of een totaal andere visie over het museum. Hè. Philippe, je zegt, ik ben daar dankbaar voor. Heb je daar ook momenten van... En naar jouw vader toe, dat je daar ook kwaad voor was? Of hoe heb je dat in dankbaarheid kunnen omzetten? Ja, door hem dat te zeggen, maar... dat was nu niet zo'n spraakzame man dat ik daar dan een antwoord op kreeg. Hè? Het is een moeilijke vraag. Door te doen wat ik doe. Ja. Door met het museum projecten op te zetten met het CLW, het Centrum voor Leren en Werk, met kwetsbare jongeren, door het museum projecten op te zetten met de gevangenis, door echt te zeggen dat het museum de wereld toebehoort, de stad toebehoort, dat het museum een plek is niet voor degene die met kunst bezig is, maar misschien vooral voor degene die niet met kunst bezig is. Ja. En ik denk dat mijn vader, voor hij stierf, gaf hij mij zo, ik had hem een lange brief geschreven, en hij stuurde mij een heel korte e-mail terug. En daarin stond zoiets dat hij toch gehoopt had dat hij in zijn leven
er toch zou in geslaagd zijn dat hij ergens met een waarde die te maken had met engagement heeft kunnen meegeven. Ja. En in die zin is dat wel die, ja, is die sociologie daar een soort academische vertaling van, als het ware. Maar dus die diade, die twee benen waarop ik wandel, hè, of zeg maar die rugzak met twee compartimenten, er zijn er meer, maar hè, die twee opleidingscompartimenten, die zijn onvoortelbaar belangrijker voor nu. En dan is er nog iets anders. Is het dan een derde element dat ik zeer belangrijk zie, hè, omdat je daarnet vroeg, Stijn, hè, kunnen we eens even terugkijken. En ik heb nu wel zeer ver teruggekeken, maar het is zeer noodzakelijk om zo ver terug te kijken. Om een beeld te krijgen op het nu, denk ik. Is het feit dat ik al van in mijn tweede jaar kunstgeschiedenis, of het eerste jaar, of dat weet ik nu niet meer precies, maar was ik al aan de slag als vrijwilliger in het toen nog Museum voor Hedendaagse Kunst, hè, wat dan in 99 SMAK geworden is. En ik had naar het museum gebeld met de vraag van, kijk, ik weet dat jullie in moeilijkheden zijn. Hè, dat was een zeer kleine equipe toen nog. Mm-hmm. Wij woonden in het Museum voor Schone Kunsten, achteraan, en waar een paar achterafzalen. Hè. En tot mijn grote verbazing had ik onmiddellijk de directeur aan de lijn, Jan Hoed. Okay. En tot mijn nog grotere verbazing zei Jan Hoed, het is goed, morgen kan je beginnen. Ik had ook niet verteld dat ik kunstgeschiedenis studeerde, dat vond ik niet belangrijk. Maar ik wou vanuit mijn belangstelling, ik had ook Chambre d'Ami gezien als jonge snotneus, ik wou helpen, ik wou bijdragen. En natuurlijk, dan denk je zo, als verwende jonge universitair, ik ga daar zo wat tekstjes kunnen typen en zo wat interessante dingen doen. Hè. Maar dat was niet waar. Hè? Ik bedoel, niet in de zin dat ik geen interessante dingen kon doen. Ja. Dat was wel waar, maar totaal andere dingen dan ik verwacht had. Mm-hmm. Dus ik ben daar in eerste instantie, de eerste weken was het sleuren en trekken met kisten en zware kisten van een tentoonstelling van een architect, Aldo Rossi. En dan werd mij gevraagd nadien van, kan je goed timmeren en muren schilderen en... Ja, dat was niet zo, maar ik zei altijd ja. Hè. Dus ik ben daar volleerd timmerman geworden, als het ware. Maar ook volleerd toezichter. Maar ook volleerd... niet volleerd, maar ik heb die taken ten volle gedaan. Hè. Maar ook de bookshop gerund, ook de cafetaria gedaan. Eigenlijk alle facetten, hè, behalve eigenlijk curator, hè, behalve eigenlijk directeur, alle facetten heb ik daar gedaan. Is dat iets typisch voor jou? Het doet mij een beetje denken aan de uitspraak van Pippi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Dat je zo altijd ja zegt op dingen, is dat iets wat dat jou... wat dat jou karakteriseert? Ja, ik vind dat een compliment om met Pippi Langkous vergeleken te worden, hoewel ik een andere haardracht heb. Uh-huh. Maar eigenlijk wel. Ik bedoel ook, als we nu toch eventjes verder springen, het moet december 2004 geweest zijn, dat ik, toen woonde ik in Duitsland, in Hamburg, dat ik plots van de raad van bestuur van het museum telefoon kreeg met de vraag, beste Filip, kan je terugkomen naar Gent? En dit voor 6 maanden en dit om het museum te runnen. Want we hebben een crisissituatie. Ja. Waarop mijn eerste reactie was van ja, ik wil daar wel eens over nadenken. Hè, want ik heb dat nog nooit gedaan. Maar waarop na 2 minuten ik eigenlijk zei van weet je wat, ik ga het doen en ik zal zorgen dat ik morgen al in Gent ben. En ik heb toen mijn echtgenote, ondertussen we zijn gescheiden, mijn ex, maar mijn dierbare ex, moeder van mijn zoon, die kwam een paar uur later thuis en ik zei van kijk, binnen 3 uur neem ik de trein naar Gent. Want I got a special mission. Ik voelde mij zo wat als een Uno Blauwhelm, een soort peacekeeping operation. Dus ik ben dan teruggekeerd naar Gent en eigenlijk nooit meer teruggekeerd naar Hamburg, als het ware. En ook daar, hè, bedoel, ik had genoeg redenen kunnen bedenken. Ja. Hè, ik had 10 redenen kunnen verzinnen van, ja, ik heb die competenties niet, ik heb die ervaring niet, mijn netwerk is te klein, hoe kan ik een team van 50 mensen runnen, hè? Ik had meer redenen kunnen verzinnen om het niet te doen, maar ik had 1 reden om het wel te doen. Dat is enerzijds het feit dat museum mij zoveel gegeven heeft, al. Hè? Al alle tentoonstellingen die ik er gezien heb, maar ook al die ervaringen die ik kon opdoen en die nabijheid met kunstenaars die ik dan had en het privilege te kunnen meekijken in processen dat je als bezoeker niet kan. Dus ik zou mezelf een lafaard gevonden hebben, mocht ik gezegd hebben van nee, ik blijf hier in Hamburg, want nu primeert eventjes mijn familie en ik ga hier mijn toekomst verder opbouwen. Is dat dan, voel je dat dan ook in heel je lijf? Is dat dan zo, als je zegt, na 2 minuten was het voor mij eigenlijk al duidelijk dat ik dat ging doen. Is dat dan een soort intuïtie of hoe zou je dat omschrijven? Ja, dat gaat de reden voorbij. Hè. Ja. Dat gebeurt.
dat is van, oké, I do it. En dat is zeer vaak zo. Dat is, dat was ook zo met het, toen ik gevraagd werd om een voorstel in te dienen voor het paviljoen voor Irak, voor de Biennale van Venetië, en ook met de vraag naar Irak te reizen, wat ook geen evidentie is, hè? Naar gevaar en naar... maar dat is ook iets van, ik voel dat, en ik voel dat dat juist zit, en ik voel dat ik dat moet doen. En met de overweging dat het mislukt, hè. Het kan mislukken. Ja. Wat mij doet denken, deze morgen hadden wij een vergadering over een tentoonstelling in oktober die er komt, rond een boek dat door kinderen en jongeren gemaakt is met onze collectie. En een van mijn collega's zei van, het zou wel eens kunnen dat het mislukt. Waarop ik heb in de chat geschreven, nee, het moet mislukken. Zeg, het zou teleurstellend zijn, mocht het niet mislukken. Ja. Weet je, dus dat interesseert mij. De onmogelijkheid, het onaffe, het imperfecte. Weet je, de improvisatie, dat zijn zeer fascinerende processen die wij hier, jammer genoeg, en dat heb ik ook geleerd dankzij het feit dat ik op vele plekken gewoond heb. Ik heb ook een tijd in Brazilië gewoond, dingen gedaan in Mexico en Chili. Ja. Dat ik daar ook vind dat in het Westen onze cultuur, hè, onze bedrijfscultuur, onze omgang met mensen, we hebben een stuk onze gave voor improvisatie verloren. Mm-hmm. Of wij denken dat improvisatie een soort minderwaardige oplossing is. Hè. Terwijl, ik ben een groot jazzliefhebber. En hoe freer de muziek, hoe beter. Hoe meer lawaai tussen haakjes voor veel mensen, hoe beter. Maar weet je kan maar dat punt bereiken als je het in je vingers hebt. Ja. Weet je kan maar, bedoel, Matthew Shipp, prachtige Amerikaanse pianist, die kan pas met de vrijheid spelen als hij eigenlijk de bebop uit de jaren 50, 60 in de vingers heeft, als hij Debussy in de vingers heeft, als hij de gamelan-orkesten uit Zuidoost-Azië in de vingers heeft, als hij weet wat rumba is en dergelijke meer. Pas dan kan je tot die vrijheid eigenlijk gaan komen. Hè? Ja. Maar je hoeft dat niet te etaleren. Je moet zoeken naar oplossingen. En improvisatie is daar iets wonderbaar. Maar veel mensen hebben een soort inhibitie, een weigering, een vertraging, want die willen eerst het totaalbeeld kennen vooraleer het fragment kan behandeld worden. En ik ben geïnteresseerd in het fragment. Is dat iets... Want dan vraag ik mij af, hoe overleeft iemand die dat improviseert en die het pad zijn pad laat gaan of de weg zijn weg laat rollen in een maatschappij die heel erg mind-driven is, met al onmiddellijk het resultaat op oog en dat moet het worden... En zeker in een overheidscontext, hoe doe je dat, Filip? Maar je hebt natuurlijk, weet je, dat klinkt alsof vandaar ik dat wat net illustreerde met Matthew Shipp, dat klinkt alsof dat je zomaar iets doet. Mm-hmm. Hè? Dat is ook niet zo. Je hebt een plan en je hebt een doel en je hebt vooral, denk ik, wat dat plan en dat doel maakt, een bepaalde attitude. Een bepaalde houding, hoe je met omgevingen omgaat. Mm-hmm. Hè? En daar denk ik dat het belangrijk is om bepaalde vormen van onbeleefdheid en bepaalde vormen van ongehoorzaamheid binnen in een organisatie in te brengen. En dan denk ik, weet je, af en toe kunnen zeggen, bedoel, ik herinner mij nog, jaren geleden vroeg ons hoofdcollectie van ja, en ik moet nu tegen morgen vroeg heb ik... die opdracht gekregen van onze zakelijke directeur, hè, om dat en dat in kaart te brengen en een schema te maken en een Excel-sheet en hè, data en dergelijke meer. Zeg, kijk, weet je wat, dat kijk u aanraad. Het is een mooie zomerdag. Hè. Ga in het gras liggen, lees een boek, neem er een gedicht bij, drink een glas wijn. Weet je, doe wat je doet. Doe wat je denkt dat je moet doen en laat dat eventjes aan de kant. Ja. Weet je? We moeten proberen... Er zijn altijd redenen, hè? Er worden altijd voldoende redenen gegeven om iets verplicht te doen, maar eigenlijk zouden we de redenen moeten vinden waarom dat we iets gewoon doen. Weet je? En niet... En dat zie je vaak in een organisatie, hè? In een grote organisatie, bedoel, of middelgroot, we zijn met 50 mensen. Vaak zal iets gebeuren omdat het vanuit een soort apparaat wordt opgelegd. Mm-hmm. Hè? Omdat het apparaat, hè, de Vlaamse overheid, of de stedelijke overheid, hè, of een of andere richtlijn die we meegekregen hebben, plots zal dat de katalysator zijn van de machine. Maar mensen hebben het veel moeilijker om vanuit hun vrijheid, hun eigen vrijheid, iets te initiëren of in gang te zetten. Ik vind dat zeer fascinerend. En van waar komt dat, Filip?
Wel, als ik net zei, ik vind het zeer fascinerend, ja, is ook omdat ik het niet altijd weet waar het vandaan komt. Ja. Hè? Maar ik wil daar nog een tweede ding bij aanbrengen, dat daar aanvullend bij is. Ik vind het zeer fascinerend dat de schaal van een organisatie zorgt ervoor dat complexe dingen makkelijker zijn dan eenvoudige dingen. Om het duidelijker te maken, thuis ben je in staat, hè, stel dat je een aantal vrienden bij je thuis uitnodigt en je zegt we gaan een filmavond doen, mm-hmm, hè, dus dan ga je zeggen oké, we zijn met 10, dus ik ga voor 10 stoelen zorgen en ik ga ook nog wat versnaperingen hebben en zorg wat voor alcoholische en niet-alcoholische dranken en ik zorg dat er toch ook wat gezonde snacks zijn en je denkt aan alles, hè, en je denkt ook aan de beamer en dat werkt en de verlengdraad en dat de dingen in de snoer moeten. Eenvoudige, evidente dingen. Die dingen zijn vaak in een organisatie zeer complex. Het organiseren van een lezing in het museum is veel complexer dan een tentoonstelling met Christophe Buchel, waar 13 vluchtelingen dag en nacht in het museum gewoond hebben, waar dat je bruiklenen hebt van de Senaat, waar je, weet je, een complexe organisatie, daar zijn wij als machine beter toe in staat dan eigenlijk de hand te schudden van iemand. Ik vind dat zeer boeiend. En dat is natuurlijk de grote uitdaging. Hoe kan je iets complex, iets log? Einstein heeft ooit gezegd, twee prachtige dingen vind ik. We moeten de dingen simpel houden, maar ook niet simpeler dan dat. En ten tweede, de bureaucratie is de dood van een goed idee. Hè? En dat zijn zo, dat zijn interessante mantra's. Het zijn natuurlijk boutades, for what it's worth. Hè? We mogen daar niet te veel in gaan zetten als een soort manifest idee. Hè? Maar zeker dat in relatie tot de eenvoud, hè? Dat vind ik een heel belangrijke gedachte, ook in relatie tot een grote organisatie. Het is makkelijk om redenen te verzinnen en dingen complex te maken en om eigenlijk aan de eenvoud voorbij te gaan. Nu, om op uw vraag te antwoorden, hè, hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Ik denk er zijn een aantal elementen. En dat heeft ook met mijn ervaring te maken met de historiek van het museum. En ik vat die historiek vaak samen in drie fases. Hè. Aanvankelijk, en ik heb die drie fases meegemaakt, en ik wil daar niet nostalgisch bij klinken, en ik keer ook niet graag terug naar vroeger. Vroeger interesseert mij niet, alleen de kunst van vroeger, maar de rest vroeger, en ook mijn herinnering met die Ensor. Bestaat vroeger? Misschien nog een... Bestaat vroeger? Dat is voor straks. Ja, okay. Laten we ons even parkeren. Ja, laten we die parkeren. Ja. Maar dus, ik ben nu eventjes daardoor mijn draad kwijt. Je vertelde over de drie fases. Ah, de drie fases, juist. Ja. Museum, ja. Dus toen we nog woonden in het Museum voor Schone Kunsten, metaforisch, wij waren een tent. En in een tent heb je geen elektriciteit, maar je hebt een kaars bij of je hebt een lamp bij. Mm-hmm. En je bent met 4-5 mensen en je zit rond elkaar te kijken naar een plan dat je maakt. En je zegt van oké, wie doet wat en hoe gaan we dat doen? En de pioniersgeest. En we gaan daarvoor, samen. En plots is die tent, toen we verhuisd zijn in 1999 naar wat vandaag het Smak is, plots is die tent iets groter geworden. Nog geen huis, maar een soort mobile home. Ja. Plots hadden we wielen en in die mobile home was er ook een kraantje waar water uit kwam en we werden gefascineerd en er waren zitbanken en je kon daar ook een vertrek open doen waar je kon overnachten. Dus plots kwam er een soort comfort. En met het comfort kreeg je ook een verdeling. Een verdeling van posities en van jij zit daar en jij gaat daar zitten. En weet je, die taken gaan we aan u toe beschrijven of toebehoren. Ja. En het water en de elektriciteit, weet je, jij kan u daarmee bezighouden. En plots kreeg je ook een soort eerste fragmentatie, een eerste soort compartimentisering van een organisatie. Dus de solidariteit die er in de tent was, is er nog steeds in die mobile home, want je rijdt samen, je bent samen onderweg naar iets anders, maar toch is er al een soort afstand die ontstaat. En nu zie je dat sinds de opkomst min of meer zeg maar, van het digitale, en van het inbrengen van het e-mailverkeer, en nu zien we dat ook met livestreams en dergelijke meer, en de Teams en de Skypes en de Zooms en zo, sinds de komst van het e-mailverkeer, krijg je nog meer een soort compartimentisering. Ja. En krijg je ook nog meer de indruk van ik zit op een plek waar die ook is en ik stuur een bericht uit en van het moment dat het bericht uitgestuurd is het probleem in beweging en vermoedelijk zal het ook wel opgelost geraken. En dus je krijgt
een soort organisatie of een structuur, hè, wat bijna een dambord wordt, hè, of een schaakbord of een backgammonbord, hè, waarin natuurlijk afspraken en regels bestaan, maar waar je, hè, net zoals in een paard kan springen over bepaalde stukken, dat sommige stappen ook worden overgeslaan. En vandaar dat ik zeer veel belang hecht, of probeer belang te hechten aan het informele, of vormen van informele communicatie. Je kan aan je collega meer vertellen, als je eens eventjes... het is en natuurlijk. Hè. Is dat een beetje terug die eenvoud en die onschuld in de organisatie brengen? Dat hoop ik. Hè. En die eenvoud hoeft niet onschuldig te zijn. Hè. Of de onschuld hoeft niet eenvoudig te zijn. Hè. Maar dat is de ontmoeting. Weet je, elkaar goesting geven. Elkaar ergens soort zeggen van oké, we gaan ervoor. Elkaar ergens ook zeggen van, ook ik dan als directeur zeggen van geen probleem als je valt. Ik help je wel terug op, rechtop te staan. Maar geef jezelf ook de gelegenheid om te vallen. Ja. Weet je, zoek niet je veiligheid op. Of zoek niet het comfort op. En natuurlijk, het comfort is de... Ja, dat is prettig, hè. Ja. Weet je, als je al 30 jaar, hè, of 20 jaar, of zelfs 5 jaar, elke ochtend eerst op die knop duwt, en dan pas op die knop, en dan op nog een andere knop, en plots word je uitgenodigd om die volgordes door elkaar te halen. Ja, ik kan me voorstellen dat sommige mensen in bepaalde levensfases, of sommige mensen met bepaalde karakters, of sommige mensen met bepaalde onzekerheden, mogelijkheden en onmogelijkheden, plots denken van, maar dat werkt nu al 20 jaar zo goed als ik op die knop duw, waarom zou ik dat moeten veranderen? Hè? En dat is geen uitnodiging om iets te veranderen, maar dat is een uitnodiging om eventjes vanuit een andere kant naar de dingen te kijken. En vanuit een andere manier na te denken. Een voorbeeld, concreet voorbeeld, wat ook zo wat discussie teweeg heeft gebracht bij ons. Ooit heb ik gezegd van, is het wel nodig dat wij een website hebben? Moet het SMAC wel een website hebben? Hè? Dat is een van de geplogenheden. Elk museum heeft een website met alles daarop en eraan, hè, in 3 talen, hè, want dat is service. Hè. Maar wat je vooral ziet, dat is een ongelooflijke inspanning dat daar geleverd wordt, een ongelooflijke kost die daar gerealiseerd wordt, met daarvan 80% van je website die nauwelijks of nooit bezocht wordt. Hè? Dat is puur vanuit een soort efficiëntie en service gekeken. Hebben we een website nodig? Natuurlijk. Ik heb alleen een gedacht van, laat ons in de oefening maken. Hoe zou het leven zijn van het SMAC, of hoe zou het leven zijn van onze organisatie zonder dat je een website hebt? Hè? En daar denk ik dat ik probeer of hoop collega's te inspireren. Hè? Dat is het meest klassieke woord daarvoor. Maar ook voor een stuk uit te dagen om misschien anders na te denken over de dingen om tot bij hetzelfde resultaat te komen. Zie je dat is dat een beetje de rebel in jou? En zie jij dat ook als een soort van taak of missie, niet alleen voor jezelf, maar ook binnen de kunstwereld, om te triggeren en om dingen wakker te schudden? Wel, ik had onlangs voor KNAK een interview over lichaam en geest. Hè? En op het einde werd mij ook gevraagd van, Lander vroeg mij van, ben je een rebel? Hè? Ja. Goh, en dan zei ik, I wish. Ik zou het graag zijn, maar ik heb er nog niet voldoende moed voor. Ik ben geen een echte rebel. Hè? Maar ik denk dat er wel... Ik ben een zachte anarchist. Ja. Ik denk dat Louis Paul Boon dat ooit gezegd heeft. Teder anarchisme. Ik denk dat er wel iets... Een soort anarchisme in mij schuilt. Hè? Maar dat ik tegelijkertijd... Ik heb ook respect voor structuren. Mm-hmm. Ik heb ook respect voor regels en voor afspraken. Ik weet dat ik mij soms moeilijk kan motiveren om zelf bepaalde afspraken of regels, bijvoorbeeld ganse cyclus aan evaluatie- en samenwerkingsgesprekken, die worden opgedragen vanuit het HR-apparaat van de stad en die wij als museum volgen. Ik heb het daar moeilijk mee. Ik vind dat vaak zinloze oefeningen, die één keer per jaar volgens het schema moeten gebeuren. Maar ik denk, oké, elk gesprek dat ik met een staflid of een collega doe, want ik probeer een toegankelijk directeur te zijn, ja, dat is een samenwerkings- en evaluatiegesprek. Dat is een soort continue flow. Dus dat zijn dingen, op dat moment, dan heb ik daar weerstand tegen. En misschien is dat wel een vorm van rebellie, of wat ik daarnet schetste, gans het verhaal dat we nu aan het uitrollen zijn, Le Musée Sans Double, het idee dat we proberen neerzetten, het beeld dat we proberen neerzetten, misschien zit daar ook een vorm van rebellie in.
ik zie dat niet zo, maar misschien kan door een ander dat zo gepercipieerd worden. Maar dan beschouw ik dat ook wel als een compliment. Ja. Is dat voor jou de comfortzone om een halve rebel te zijn? Ja. We hebben allemaal een comfortzone nodig. Hè? Mm-hmm. Ik denk dat iedereen om goed te kunnen leven, hè? En goed te, dus, en per extensie ook goed te kunnen werken, hè? Want het leven staat voorop, hè? En het werk, we brengen daar zeer veel tijd door, dus dat is daar een deel van. Hè? We hebben allemaal een bepaald comfort nodig. En het wil niet zeggen, omdat wat voor mij comfortabel is, hoeft niet... Ik mag dat niet opdringen aan iemand anders en zeggen van dat is de toverformule. Hè. Maar ik heb een soort onduidelijkheid, een soort onzekerheid. Ik heb dat graag. Ik hoef geen dingen... Ik hoef iets niet voor mezelf helder en duidelijk te argumenteren vooraleer dat ik er kan ingaan. Ik vind dat ik kan... Ik leef, mijn partner, echtgenote, die worstelt met psychische kwetsbaarheid. Dus die heeft echt ernstige angst en stemmingstoornissen. En vaak wordt mij gevraagd, en ik spreek daar ook open over. Omdat ik denk, ik kan daar ook taboe doorbrekend werken. Ja. Want daar bestaan nog zeer veel vooroordelen over. En daar worstelen meer mensen mee dan wij denken. En ik denk ook zeker in coronatijden. En vaak, als ik daar met mensen over spreek, wordt mij de vraag gesteld, ja, dat moet toch voor u ook niet gemakkelijk zijn, hè, als partner. En dan, ik ben dan verbaasd door die vraag, want ik denk op de eerste plaats is dat voor de persoon die ziek is, hè, de complexiteit. En ten tweede denk ik van, ja, ik kan daarmee om. Hè. Wat niet betekent, ik laat mijn eigen leven daardoor gemonopoliseerd, of ik wil daar in een soort oneindige opofferingsgezindheid komen, maar ik zie dat ergens ook als een soort een verrijking, als het ware. Weet je, wat niet betekent dat ik donkere momenten gehad heb, hè? Ja, ja. En dat er zeer moeilijke momenten zijn en nog moeilijke momenten gaan komen, hè? Maar ik denk dat wat mij daar helpt, dat mijn optimisme is. Ik had deze week nog voor Radio Clara een interview en met Luc Deleu, fantastische kunstenaar-architect, een hybride queerdenker, iemand die zo tegendraads, al 50 jaar lang tegendraads denkt. En Luc zei van, ja, kijk, Chantal Patin vroeg van, hoe hou je dat vol, Luc? Ja, zegt hij, ja, door mijn humor. Mm-hmm. En mij werd toen ook een vraag gesteld, zeg, ja, kijk, wat humor betekent voor Luc, hè, in een complexe situatie. Hè, mij werd de vraag gesteld in relatie tot het toekomstig museum. Hè, dat is een kwestie die ik al 15 jaar heb. Chantal zei van, hoe hou je dat vol? Zeg, ja, mijn optimisme. En ik denk dat mijn optimisme en mijn overtuiging dat alles wat gebeurt, dat voor een of andere reden wel goed is, mm-hmm. dat eigenlijk de kern van mijn comfort is. Ja. Ik zie weinig problemen. Er zijn er gigantisch veel, hè? Maar ik zie weinig problemen. Ik beschouw weinig dingen als een probleem. Is dat iets waar dat je ook heel, heel bewust mee omgaat? Is dat wat dat je ook kan leren of wat je jezelf cultiveert of aan kan leren, volgens je? Ik denk dat je moet dat oefenen. Je moet dat ook onderhouden. Hè? Want er zijn ook momenten dat je kan dat er ernstig aan je optimisme kan geknaagd worden. Ja. Hè? Dus je moet daar alert voor zijn dat optimisme er blijft. Hè? En ja, zeker als je zo wat de neiging hebt om als je optimisme wordt overwoekerd, moet je snel de snoeischaar erbij halen dat het kan blijven blinken, dat optimisme, dat je het blijft kan hanteren. Hè? Optimisme is ook nog iets anders dan een soort naïef geloof van alles komt in orde en alles zal wel opgelost worden. Dat is het niet. Hè? Maar optimisme is wel eens een overtuiging van overal zijn mogelijkheden. En ik denk dat te maken heeft, weet je, ik heb toen ik met de paviljoen van Venetië voor Irak bezig was, stond ik samen met mijn collega van het Museum for Modern Art in Bagdad. En dan zie je daar een plek die leeggeroofd is. Ja. En dan zie je een plek waar een collectie van 2000 werken, waar er nog 300 van over zijn. Of dan werk je in Kathmandu, aan de Triennale van Kathmandu, in een stad die net één jaar ervoor of maanden ervoor verwoest is door een aardbeving. En dan zie je daar van mensen uit, de tragiek,
maar ook die proberen aderen te zoeken in de tragiek om toch mogelijkheden te vinden. Dan vind je daar kunstenaarscollectieven die zeggen, oké, in Boktopoer is het epicentrum van de aardbeving, wij gaan daar als kunstenaars naartoe en we gaan daar iets opzetten om daar iets mogelijk te maken. En dat denk ik van, dat is mijn plicht, om dat als middel te hebben, om dat eigenlijk ook te gebruiken en in te zetten. Cultiveren, onderhouden, ja. Waar komt dat vandaan, dat optimisme? Ik heb dat niet van thuis uitgekregen. Mijn vader was de man die altijd... Ik had nogal regelmatig... In mijn middelbare school was het zo net kopje boven, zo net kopje onder of net kopje boven. Zo, ik was geen briljant student. En dan elke keer als ik dan aan mijn vader zei van ja, volgende week zal het beter zijn, dan was dat altijd de boodschap, we zullen wel zien. Ja. Altijd de afwachtende houding, eerst de resultaten en dan zullen we wel zien. En ik denk dat wel met een motor van mijn optimisme was. Zoiets van oké, maar ja, het zal wel beter zijn. Het was meestal hetzelfde of nog slechter, hè? Maar dat is iets anders. Hè? Maar dat, ja... Weet je, ik wil ook ervoor zorgen... Ik geloof er sterk in dat je moet proberen de dingen te doen die je kracht en energie geven. En we zien vaak, en ik zie dat toenemen, hè, als ik eventjes uitzoom, niet alleen het SMAC, maar zeg maar alle musea, en eventjes uitzoomen naar gans stadsapparaat. Ik vind dat er te veel mensen moeten bezig zijn met dingen die volgens mij een soort geveinsde zinvolheid hebben. Ja. En dat ik denk dat er een te grote aandacht is voor vormen van efficiëntie of vormen van optimalisering, terwijl we eigenlijk zouden moeten ruimte moeten laten voor nutteloosheid. Omdat de nutteloosheid een ruimte kan zijn, een plek kan zijn waar vrij kan gedacht worden, waarin een soort openheid kan gedacht worden en niet direct van oké, maar wat gaat ons dat nu opbrengen? In termen van bezoekers, of in termen van extra eigen inkomsten, of in termen van dit, of in termen van dat. En dat is niet makkelijk. En ik zie daar een kans in corona. Ik denk dat corona eigenlijk voor onze samenleving een kans is. Dat eigenlijk een uitnodiging is, hè? Waar corona ook vandaan komt. Complotdenkers denken dat in laboratoria gemaakt is. Anderen denken van oké, het is wij die onze relatie met de natuur hebben op het spel gezet en de natuur die zich wreekt. Wat ook de oorzaak is, het ding is er, het virus. Het zal niet het laatste virus zijn, maar eigenlijk is het een heel galante uitnodiging aan ons mensen, aan ons samenleving, in gezinsverband, in vriendenverband, in macro en micro, om ons af te vragen, wat wil corona ons nu werkelijk vertellen? Naast het feit dat het een gezondheidscrisis is, naast het feit dat het een soort sanitaire vraagstelling is, is het eigenlijk een vraagstelling naar veel andere dingen ook. Hoe kan de kunst daarin, of het SMAC dan, jij als artistiek directeur, hoe kan jij dat debat of die vraagstelling nog meer aanwakkeren? Twee dingen waar we zeer alert moeten voor zijn en zeer voorzichtig is, we moeten ook de kunst kunnen laten zijn. Mm-hmm. Want wat je nu ook ziet in de laatste beleidsperiodes, dat de politiek vaak de neiging heeft om kunst te instrumentaliseren. Mm-hmm. Om kunst in te zetten voor iets anders. Ik geloof daar ook in en het kan. Maar in essentie moet je in eerste plaats kunst laten zijn. Kunst mag niet zeggen, men mag niet zeggen van oké, we gaan nu in kunst investeren, want dat is goed voor city marketing. En we gaan in kunst investeren en we gaan dat als middel gebruiken om meer doelgroepen samen te brengen, om te zorgen dat er meer diversiteit en tolerantie kan zijn in onze samenleving. Of we gaan meer in kunst investeren en. Ja. Nee, kunst moet in de eerste instantie kunst kunnen laten zijn. Nu. En ook, ik heb een heel groot probleem met de recuperatie van het erfgoed en de oude meesters. En ten doel van de eer en glorie van een regio Vlaanderen genaamd. Als je het regeerakkoord van de Vlaamse regering leest, dan eventjes, als het mij toegestaan is, eventjes een uitstap. Dan zie je onder het lemma cultuur, de eerste zin is, cultuur zit in het DNA van elke Vlaming. En ik vind dat een uiterst problematische uitspraak. Ik vind dat een uitspraak die eigenlijk in de tijd en de wereld waar we vandaag in leven ongepast is. In welke zin? Ten eerste, ik vind die uitspraak discriminerend.
Alsof iemand, een Waal, geen cultuur heeft. Alsof een Syrische vluchteling die in Gent aanstroomt, geen cultuur heeft. Cultuur is iets wat in iedereen, in ieder sprekend wezen op deze planeet, is cultuur aanwezig. Het feit dat we samen op deze bank zitten en naar de natuur kijken en een waarneming hebben, dat is een culturele belevenis en ervaring. Een dame die thuis een sjaal aan het breien is en daar bepaalde... Of een heer die een sjaal aan het breien is, laat me niet seksistisch zijn, maar die daar bepaalde motieven in verweeft, of die daar zegt van verdorie, ik heb een prachtig motief gezien uit een Persisch tapijt, ik wil dat daarin verweven, of ik heb een vogel gezien en ik ga die daar gestileerd in terugbrengen, dat is cultuur. De toekomst voorspellen uit de kleine kopjes koffie in Turkije, dat is cultuur. Bijgeloven, dat is cultuur. Iemand die de straatstenen telt terwijl hij wandelt in zijn hoofd, dat is cultuur. Jan van Eyck is cultuur. Dus cultuur, iedereen heeft het. Dus een uitspraak, cultuur zit in het DNA, ook een gevaarlijk woord, in het DNA van elke Vlaming, is zeer problematisch. En zeker als je dan verder springt in die paragraaf, dat het ter eer en ter glorie is, en dat we moeten terugdenken aan onze gouden eeuwen die we ooit gekend hebben, en de grote meesters van toen, en dat het gaat over excelleren, en over het, weet je, dat soort, ja, het instrument van cultuur ter ere van wat dan ook, dan denk ik, we zijn daar op het foute pad. Ja. Dus denk ik dat, om ook terug te komen, want ik ga zo graag op wandel, om terug te komen, kan kunst bijdragen bij alles wat ik tot op nu gezegd heb? Volmondig ja. Maar we moeten daar vooral voor zorgen dat kunst bij uitstek het middel is dat de strijd kan aanbinden met de grootste ziekte van onze samenleving. En de grootste ziekte van onze samenleving is volgens mij onverschilligheid. En die zit heel diep en die zit heel wijd verspreid. En ik kan het aantonen, bijna wetenschappelijk aantonen. De eerste lockdown, het potten- en pannengerinkel in de straten, was de eerste weken gigantisch groot. Iedereen stond wel ergens met een pot of een pan en de beertjes verschenen in alle vensterramen en iedereen was wat solidair op een of andere manier. In de tweede lockdown is daar nog weinig van te merken. In de tweede lockdown is de sympathie of de steun of de solidariteit met de zorgwerkers, of met de mensen die in de verzorgingstehuizen werken, of met de mensen op de intensive care, is daar nog heel weinig van te merken. Het is weer eigenlijk iedereen die zich naar zijn eigen vraagstukken en zijn eigen... Maar er zijn optimistische momenten. Ik bedoel, het Solidariteitsfonds in Gent, die met de armste week 70.000 euro heeft opgehaald, fantastisch nieuws. Dus er zijn kiemen die de onverschilligheid bestrijden. Nu, ik denk dat kunst en het museum, want dat gaat hand in hand, per excellentie de plekken zijn waar de onverschilligheid kan getackeld worden. En waarom? Omdat het museum en de kunst, en dan, dat knoopt aan bij een aantal ideeën die ik voordien gezegd heb, die dingen zijn die ontsnappen, die in oorsprong ontsnappen aan dat wat we als samenleving zo graag doen, namelijk ons nuttigheidsdenken. Met een schilderij van Michael Borremans kan je geen kuil graven. Onmogelijk. Je kan dat proberen, maar het zal zeer moeilijk zijn. Met een sculptuur van Berline de Bruikere kan je geen hemd strijken. Met een tekening van, laat ons zeggen, Ante Timmermans, is het onmogelijk om iemand van corona te genezen. Je kan met kunst letterlijk niets aanvangen. Dat is absoluut nuttig. Alles wat we daaraan aan toeschrijven, is erop geprojecteerd. We vinden het mooi, we vinden het lelijk, we kunnen het zelf beter dan dat de kunstenaar het gedaan heeft, of uw dochter of zoon kan het beter dan de kunstenaar het gedaan heeft. De sociale cohesie die we wensen dat kunst zou kunnen bewerkstelligen, dat is er allemaal op geprojecteerd. Maar in essentie kan je daar niets mee aanvangen. In essentie is dat puur nutteloos. En dat is prachtig. Nuccio Ordine, geloof ik, heeft een boek geschreven, Het nut van het nutteloze, een aanrader voor iedereen, waar hij een soort wandeling maakt, historisch, cultuurhistorisch, door teksten van de oudheid tot... zeg maar eind 20e eeuw, over het nutteloze, ook in relatie tot fundamentele wetenschap enzovoort. En het museum ook is eigenlijk de tempel van de nutteloosheid. Alleen, en daar komt het nu, het interessante is dat het museum, en het woord museum zelfs, een ongelooflijke kracht heeft. Er zijn, in welke zin? Wel, er zijn weinig woorden die zoveel kracht hebben als het woord museum. En ik ga het zeer eenvoudig illustreren. Het is een beetje een dada van mij. En het heeft eigenlijk... Ik ga het niet kunsthistorisch situeren, maar het heeft eigenlijk... De eerste die daar... die dat eigenlijk ten volle gedissecteerd heeft, is Marcel Duchamp, met zijn urinoir.
stel dat u bij mij thuis komt, hè, en aan mijn appartement, en boven de deur hangt museum. Hè. Ik heb daar een woordje, een klein blokje hout geschreven. Ik heb daar met de hand het woord museum opgeschreven. Je zal plots, als je binnenkomt, naar alles wat je te zien krijgt door de blik van het museum kijken. Je zal plots een andere waardering geven naar alles wat je ziet. En plots de tafel met alle rommel en mijn papiertjes en mijn gerommel en de lege tas koffie en nog een doos koekjes en verslenste bloemen, zal je plots op een andere manier gaan waarnemen. Laat ons dat toepassen op het smak. Hè? Je komt het museum binnen, toevallig, hè, wij wandelen samen rond, mijn zakdoek valt uit mijn broekzak, wij wandelen verder en een bezoeker komt daar voorbij en die kijkt naar mijn zakdoek en die denkt van, tiens, is dit nu een kunstwerk? Ja. Dus een museum is in staat om alles, in principe, alles, hè, alles wat er in het museum wordt neergelegd, als kunstwerk te gaan valideren. Er is niets anders in onze samenleving dat in staat is. Als je het woord ziekenhuis zou hangen bij mij boven mijn deur, dan ga je dat niet geloven. Als daar het woord justitiepaleis zou staan, hè, of rechtszaal, dan ga je dat niet geloven. Het woord museum heeft dus in essentie te maken met het toeschrijven van een bepaalde waarde aan iets. Hè. En in eerste instantie denken we daarbij aan objecten, aan dingen. Ja. Hè. Dat is wat de traditie ons geleerd heeft. Een museum, in een museum ga je naar dingen kijken. Een schilderij aan de muur, een sculptuur in de ruimte, een installatie die je volledig omringt, hè, of een performance, en gaandeweg hè, wordt er ook aan die klassieke media wordt dat opengetrokken en krijg je een veel ruimere waaier. Maar eigenlijk is het museum een plek van ideeën. Is eigenlijk het museum is de plek van de twijfel. Is eigenlijk het museum de plek waar dat een membraan is, waar de bezoeker in dialoog kan komen met medeburgers, hè, want de kunstenaar is net hetzelfde als jij en ik. Die hebben hun voeten op dezelfde aarde staan als jij en ik. Die hebben evenveel honger en dorst als jij en ik. En je hebt natuurlijk, net zoals jij en ik, hè, welvarende en minder welvarende kunstenaars. En je hebt kunstenaars met verschillende achtergronden en mogelijkheden enzovoort enzovoort. En je hebt goede en slechte, net zoals dat ook in andere beroepen het geval is. Maar de kunstenaar neemt wel een verantwoordelijkheid en neemt wel, of heeft het vermogen om zich buiten het compromis te stellen. Want ik als museumdirecteur, ik moet beantwoorden aan bepaalde afspraken. Ja. Hoe rebels ik zou ook willen zijn, ik moet er nog altijd voor zorgen dat het museum om 10 uur open is en om 6 uur dicht gaat. Ik kan niet zeggen van ik sluit het museum. We gaan dat niet meer open doen. Hè? Is dat de beperkingen van je eigen vrijheden kennen? De vrijheid begint waar dat de andere zijn vrijheid... De vrijheid eindigt waar dat de andere zijn vrijheid begint? Wel, ik denk daar... Je hebt daar, hoe heet het weer? De Britse politiek filosoof Isaïe Berlin... Die heeft een prachtig boekje geschreven, De Vos en de Egel. Ja. En dat is ergens in de jaren 50 geschreven. Dat is een boekje over oorlog en vrede van Tolstoy. Maar waar hij zegt van, kijk, in de wereld, en hij past het dan vooral toe op kunstenaars, filosofen, denkers en zo. Je hebt twee types. Je hebt de vos, de vossen en de egels. En de egels zijn degenen die denksystemen hebben uitgedacht, of die als kunstenaar of als schrijver systemen hebben uitgedacht, waar één systeem toepasbaar is op alles. Ja. Hè? Het dialectisch materialisme van Marx is daar een voorbeeld van. Ja, hè? Ja. Marx past dat toe op alles. Hè? En alles wordt door die bril gelezen. En dan heb je de vossen. Hè? En de vossen zijn degene die eigenlijk... we kennen vossen. Hè? Vossen zijn in de volksmond sluw, hè? Van de vos Reinaarden. Hè? Slim, maar onbetrouwbaar bij wijlen. Of betrouwbaar en soms dom. Maar de vossen zijn degene die kunnen bewegen en huppelen. Misschien vertalen het door het woord pragmatisch, maar ergens systemen kunnen bedenken of antwoorden kunnen bedenken die meer situatiegerelateerd zijn. Hè? En dus hij past dat toe op Oorlog en Vrede van Tolstoy, of leest dat toegepast op Tolstoy, en voelt bij Tolstoy dat iemand is die zowel vos als egel zou kunnen zijn. Maar eigenlijk wou ik vertellen, omdat we het over vrijheid hadden, Isaïe Berlin is ook degene die eigenlijk de twee begrippen ontwikkeld heeft, het idee van de positieve vrijheid en de negatieve vrijheid. Hè. En de positieve vrijheid is de vrijheid waar we denken, vrij zijn is uw goesting doen. Hè. Vrij zijn is van, oké, wil ik nu dit gesprek onderbreken en ik spring daar in dat water, in dat moerasje hier voor ons, dat is mijn vrijheid. Ik kan en ik mag dat doen. Hè. Maar dat is niet de vrijheid. Want die vrijheid is eigenlijk de vrijheid die volgens hem aanleiding geeft op langere termijn tot totalitaire regimes. Ja. Hè.
De echte vrijheid is de negatieve vrijheid. De echte vrijheid is de vrijheid waar dat je gebonden bent aan je omgeving en aan afspraken en aan een kader, hè, en aan de ander, waar je een soort verhouding aangaat met de ander. En vanuit die verhouding kan je eigenlijk echte vrijheden gaan ontwikkelen. En dat is super interessant. En dat vind ik noodzakelijk, want ik ben een obsessief lezer. Ik vind, weet je, we moeten zorgen dat we gevoed worden. En we moeten ons voeden, niet door elke keer de krant erop na te slaan om de zoveelste non-informatie te hebben over of dat, weet je, of nu corona vandaag terug een beetje naar omhoog gaat of naar beneden. Je m'en fout. We zitten in 21 daaraan vastgeketen. De vraagstellingen zijn anders. Hè. Maar we moeten ons laten inspireren door verschillende bronnen van vroeger, van vandaag, van morgen. En uit verschillende omgevingen. Weet je, dat kan gaan van een praatje met uw buur, hè, over bepaalde dingen, tot Isaïe Berlin, die ik nu net vernoemd heb, tot, weet je, het gedrag van vogels, tot Luc Deleu, prachtig, die zei van kijk, in de jaren 70 heb ik geprobeerd als architect om een vogelnest te maken. Hè. Maar, zegt hij, ik heb dat niet gedaan met twee handen, ik heb één arm uitgeschakeld en geprobeerd met alsof mijn hand een snavel is en hoe ik een vogelnest kan bouwen. En dat is het belangrijke, dat we proberen. Weet je, dat we proberen continu pingpong te spelen. Weet je, pingpong heeft ook een heel prettig geluid. Hè? Mm-hmm. En dat gaat tik, 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 dat gaat snel over en weer, af en toe trager. Als je een paar meter achteruit van de tafel gaat, dan kan je een bal veel langer of een veel langer laten tikken. Weet je, dan moeten we beweging, dynamiek en een soort alertheid. Is dat iets die... Als je het hebt over die positieve, die negatieve vrijheid, waarin dat we nu als maatschappij een beetje meer... Je ziet daar toch wel een heel sterke individualisering in, die zich terugtrekt op zichzelf. Waar we heel sterk in die positieve vrijheid terecht aan het komen zijn. Ja, maar in een merkwaardige vorm van positieve vrijheid. Omdat die positieve vrijheid, waar we vermoedelijk ergens naar aan het, ons aan het terugtrekken zijn, hè, want dat is een soort terugtrekking, is ook gekoppeld met een toenemende vorm van conservatisme. Ja. Ik vind dat daar veel in onze samenleving veel schijndebatten zijn, die gevoerd worden, maar die wel zeer symptomatisch zijn voor de wereld waar we in leven. Mm-hmm. De afgelopen dagen, gans dat debat rond mevrouw Kaat Bollen en als psychologe die daar te pikante foto's toont of te pikante ondernemingen doet, weet je, ik vind dat, waar hebben we het over? Weet je, allee, waar hebben we het over? Ik bedoel, laat ons... Hè, dat is ook een, alsof de vrijheden die ooit in de jaren 60, de periode rond de welke ik geboren ben, die toen verworven zijn, alsof die niet meer bestaan. Of dat die aan de kant gegooid zijn. Of dat we niet het vermogen hebben om die te actualiseren naar vandaag. En dat zie je, hè, aan de ene kant zie je... Een gendervraagstuk waar ook jonge mensen zeggen ik ben niet meer hij of ik ben niet meer zij, maar ik ben it, het of ik ben zij, hij. Dus wat een soort progressief denken is rond gender. Maar daartegenover zie je ook zeer problematische conservatieve bewegingen waar dat je in excessen zit. Want wat met Kaat Bollen gebeurt is voor mij eigenlijk in één rechte lijn van bepaalde extreemrechtse partijen die eigenlijk vinden dat vrouwen terug aan een bepaald meubel in de huiskamer toebehoren. Hè. En dat is zeer verontrustend. En dat is, daar denk ik dat de media een heel grote rol in spelen in het creëren van een klimaat waarin een vermoeden naar een soort vrijheid komt, maar waar we eigenlijk moeten voor zorgen dat we onze vrijheid met anderen delen. Ja. We komen bijna op het einde van het interview, Philippe. Ik had van jou graag nog geweten, wat zou jij nog willen nalaten? Van mag jouw nalatenschap zijn? Hoe wil jij herinnerd worden? Dat is een goede vraag. Dankjewel. Ja. En ik kan niet anders dan daar een zeer persoonlijk antwoord op geven. Mijn vader is in, zoals ik daarnet zei, morgen exact 1 jaar, dus 14 januari, exact 1 jaar overleden. En de man had zijn begrafenis volledig georganiseerd. In die zin, er was er geen. Hij wou ook geen familie. Hij wou ook geen aankondiging in de krant dat hij gestorven was. Hij wou geen doodsbrief. Hij wou niets. Hij wou alleen gecremeerd worden. En hij wou alleen
omdat hij half van de zee was. Hè. Zijn moeder was uit Oostende. Hij wou dat zijn urne in de zee werd neergelaten en dat er eigenlijk geen spoor meer van hem was. Hè. Maar elke keer dat ik nu naar water kijk, of het nu hier voor ons is, of ik thuis in mijn bad zit, of dat ik naar de zee ga, of een prachtige marine zie van Permeke, elke keer word ik aan mijn vader herinnerd. En ik vind dat, weet je, de manier hoe hij verdwenen is, hè, en de manier hoe eigenlijk, was ook een praktische mens, ik zie hem ook denken van, oké, dan heeft niemand geen last meer van mij, van, moet geen graf onderhouden en dergelijke meer. Maar dat vind ik heel bijzonder. En dat is iets wat ik ook zou willen doen. Stel dat ik zou sterven, wil ik gewoon verdwijnen. Weet je, ik wil niet... we zijn hier, weet je, de periode dat we hier doorbrengen op deze planeet, is zeer tijdelijk. Weet je, dat is, in het beste geval word ik misschien 90, ik word misschien 80, ik word misschien 55. Weet je, ik hoop dat ik herinnerd word, en laat ons zeggen dat ik hetzelfde scenario kies als mijn vader, maar dat degenen die dan toch nog over mij zouden spreken, ik hoop dat ik herinnerd word als iemand die, die mogelijkheden heeft gecreëerd. En die een overtuiging had, en een geloof en een vertrouwen in kunst en in kunstenaars, dat grenzeloos is. En die, waarvan ik hoop dat ik in alle jaren dat ik mijn beroep gedaan heb, dat ik terrein heb gewonnen voor de kunst. Dat ik, en dat heb ik ook aan Jan Hoet te danken, die overtuiging. Ik doe het op een andere manier. En dat ik ook er kan voor zorgen dat mensen nooit zullen vergeten dat het museum de mooiste plek op onze planeet is. Ik ben blij, we zijn gestart met de eenvoud en de onschuld. Een mooi moment in jouw jeugdjaren. En we eindigen met het afscheid nemen. Helemaal in eenvoud en in onschuld gewoon verdwijnen. Absoluut. Dankjewel, Philippe, voor dit hele mooie interview. Het hele boeiende interview. We zouden nog uren kunnen doorbabbelen. Ja. Misschien komt er nog eens ooit een tweede reeks. Dankjewel. Nee, ik moet u danken. Ik bedoel, het is dankzij mensen aan jou dat we kunnen spreken. Voilà, merci. Graag gedaan. Dankjewel, Philippe. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcast luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn@stappenmetstijn.be. Simpel en inspirerend.